In deze video wil ik het topic CO2 in huis even centraal zetten. Ik heb recent een CO2-meter gekocht uh, waarmee ik binnenhuis uh, uh, de, 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 de actuele CO2-waarde kan meten. Uh, om daarmee te bepalen of ik voldoende ventileer. Nou, in mijn huis was eigenlijk in feite alle waarden goed. Alleen op sommige plekken in huis merkte ik toch dat er wat te hoge CO2-waarden uh, werden gemeten, waaronder bijvoorbeeld op de werkplek. De reden om dit te meten is uh, om uh, klachten te voorkomen. Hè, met te hoge CO2-waardes, je kunt daar moe van worden of minder gefocust. van krijgen allerlei vage klachten kunnen voortkomen... uit het feit dat er in een woning gewoon een te hoge concentratie CO2 is... vanwege te weinig ventilatie. Staan mensen vaak niet bestil, maar met zo'n metertje kun je dat heel makkelijk inzichtelijk krijgen. Nou ja, er staat een waarde op zijn metertje. Maar wat betekent die waarde? Nou, eigenlijk is het zo dat alles onder de 1200 ppm... Parts per miljoen is in feite voldoende voor in huis. Vanaf 1200 moet er echt meer geventileerd gaan worden. Ja, ik mat op sommige plekken 2400. Nou ja, en dan zie je in het tabelletje al dat op die plekken er echt uh, meer geventileerd moet worden om zo de kwaliteit van de lucht omhoog te krijgen. Nou is er natuurlijk aan ventileren zit één groot nadeel. En dat is vooral in de winter dat je namelijk heel veel warmte vanuit de woning ongebruikt naar buiten blaast moderne huizen die lossen dat op doordat ze in elke ruimte twee kanalen hebben, twee ventilatiekanalen, eentje die blaast in en eentje die zuigt af. En dan op de zolder staat er een mooie warmte terugwinning unit, een WTW unit, waarbij de warmte van de afgezogen lucht wordt afgegeven aan de verse lucht. Dus dan komt die lucht voorverwarmd de woning binnen, waardoor je dus energetisch uh, vrijwel geen, uh, geen warmte meer verliest. Helaas is dat eh, systeem in bestaande woningen heel moeilijk in te bouwen. Eh, bestaande woningen, eh, als ze al een centraal ventilatiesysteem hebben, is het vaak een type C systeem. Dus dan zit er één kanaal eh, naar boven toe waar wat uitgeblazen wordt. Hè. Dus er vindt aanzuiging plaats via roostertjes in ramen en eh, een, dus natuurlijke aanzuiging van lucht. En de afvoer gebeurt mechanisch. Um, dus ja, je verliest daar in de winter best wel veel warmte via het ventilatiekanaal. Maar ja, niet ventileren, zoals we hier al zien, is ook geen oplossing. Ja, dus ik heb er heel erg mee zitten, mee zitten struggelen, van ja. Uh, Zo'n WTW-systeem inbouwen dat is niet te doen in een bestaande woning. Uh, je kunt een decentraal WTW-systeem uh, kiezen, waarbij je dus per ruimte een losse WTW-unit hebt, uh, waardoor dus die ruimte uh, geventileerd kan worden en dat er toch nog energetisch uh, zaken behouden blijven. Nou ja, die zijn hartstikke duur. Die, die kunnen wel 12, 13, 1400 euro per stuk kosten. En dat is dus per ruimte. Dus dat loopt aardig in de papieren. Die dingen zijn hartstikke duur. Op eentje na. En dat is deze. Het is een vrij onbekend dingetje. Ik kende het nog niet. Dit is een, een WTW-unit van Europlast. En wat die in feite doet, is uh, die, 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 die zuigt lucht ook af. Hè. Net zoals een normale ventilator zou doen. Alleen in het midden zit er een keramisch binnendeel. Dat zie je hieronder in het hoekje met het uitneembare filter. Uh, die warmt op. Uh, wanneer de lucht wordt afgevoerd, en zo wordt de warmte behouden. De efficiëntie van dit apparaat is 85% als je gaat kijken, hè, dus de 85% van de uitgeblazen warmte wordt uh, 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 teruggegeven uh, aan de ruimte. Bij, bij zo'n echte wtw 2 w unit, zo'n dure, uh, is dat wel meer dan 90%. Dus je gaat er wel qua efficiëntie een klein beetje op achteruit. Uh, en dan is natuurlijk de vraag van hoe doet hij dat? Want ja, hij zuigt lucht af, dat ding wordt warm. Ja, en dan? Er zit maar één pijp in dit systeem. Nou, de grap is dat de ventilator die hierin zit, elke zeven minuten wisselt van stroomrichting. Dus hij blaast zeven minuten de, de lucht van binnen naar buiten en daarna draait hij om. En dan wordt er zeven minuten lang lucht van buiten naar binnen geblazen. Over dat keramische deel heen. Waardoor dus de warmte die daarin zit weer af wordt gegeven aan de lucht die ingeblazen wordt. Een super simpel systeem. Het enige wat je voor dit systeem hoeft te doen is een, is een gat te boren in de muur ter grootte van die, van die pijp die je in het midden ziet. Die kun je qua lengte op maat zagen. Dat dingetje met dat neergaande uh, stuk dat zit aan de buitenkant. Het roostertje zit aan de binnenkant. Met ofwel een trekkoordje of een, een twee En that's it. Een hartstikke simpele oplossing. Maar het mooiste van deze oplossing is de prijs. Dit ding kost namelijk maar 165 euro per stuk. En als je dat afzet tegen een echte decentrale WTW-unit van meer dan 1000 euro, dan zie je dat dit qua prijs een veel interessanter item is. Ik kende dit dingetje nog niet, ik wil het jullie graag even laten zien. Wellicht kun je het ergens in een woning toepassen om toch te ventileren zonder dat je onnodig warmte uit de woning verloren laat gaan.